Op steenworp-afstand van het kantoor van Goed Wonen in Lage Zwaluwe ligt een blok van vier bestaande woningen. Hier gaat een bijzondere pilot draaien. Het einddoel is een goed concept voor stapsgewijze energiebesparing. Het uitgangspunt van de pilot luidt: stop zo weinig mogelijk warmte in de woning. Daarom zijn spouwen, buitenmuren en ramen fors geïsoleerd. Gekozen is voor lage temperatuurverwarming. De vier proefwoningen zijn bouwkundig identiek. De pilot moet de prestaties van vier verschillende NeFit-opstellingen in kaart brengen. In de eerste drie woningen wordt een NeFit ProLine Next HR-ketel geplaatst. In achtereenvolgens een solo-opstelling, in combinatie met een NeFit Zonneboilersysteem en in combinatie met een NeFit Multiline Split Warmtepomp. In de vierde woning wordt een All-Electric NeFit Enviline warmtepomp geplaatst. In combinatie met een 200 liter boiler en een buffervat. De Nefit Enviline is een totaaloplossing met een binnen- en een buitenunit. Die niet alleen zorgt voor aangename warmte, maar ook voor verkoeling in de zomer. Met 80% schone, uit de buitenlucht teruggewonnen energie, levert deze warmtepomp een enorme besparing op. Een aparte airco- en cv-ketel zijn niet nodig. Een gasaansluiting evenmin. min. De Enviline werkt immers op elektriciteit. Opvallend is het warmteafgiftesysteem in de woningen. Naast verwarmingselementen in de vloer zijn er ook warmteafgiftepanelen aan de wand bevestigd die gemaakt zijn van kwarts. Achter de panelen zit een ventilatiesysteem dat zorgt voor een optimale verdeling van de warmte. Ook de douchevloer is gemaakt van kwarts. De daarmee teruggewonnen warmte wordt geleverd aan de Nefit Enviline. Op basis van de pilotresultaten en bewonerservaringen wordt bepaald op welke wijze goed wonen wil komen tot energie-neutrale woningen. Dat zal in kleine stapjes gaan. Bijvoorbeeld eerst de vervanging van bestaande CV-ketels door de Nefit Proline Next en later de toevoeging van bijvoorbeeld een Nefit warmtepomp of een Nefit zonneboilersysteem.